Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag zijn we weer terug en we gaan weer even kijken naar een leuke cursusverkoper. Het is weer ongelooflijk. Op een gegeven moment denk je, ze zijn op, maar nee, ze poppen echt uit de grond alsof het een soort shit zijn. Maar ja, ik vind het niet erg. Er zijn erge dingen op de wereld, zoals armoede of hongersnood of Nick op Hei. Voordat we gaan beginnen wil ik even nog naar kijken naar Nick op Hei. Ik kan deze gast, ik kan er gewoon niet naar kijken. Ten eerste, ik heb het niet opgenomen. Ik baal er zo erg van. Maar hij had dus op een gegeven moment een story gemaakt. En volgens mij is het ongeveer dit. Want ik kreeg het echt 1000 keer doorgestuurd. Dat de vraag was van hoeveel winst heb je? Wat is je grootste winst op een 1 trade? Dus een 1 crypto trade en grootste verlies. En toen mijn grootste winst zijn iets van 5 miljoen of zo. Oh, ik ben aan Jan kwam lachen. Zo mooi vond ik dat. Dat zegt hij gewoon. 5 miljoen. Oh, waarom doe je dan nog DJ voor die paar honderd euro? Waarom doe je dat? Maar goed, hij heeft even gereageerd op de video, op mijn video. Wat vind je van de haatvideo van Koen? Haatvideo? Doe even normaal, is er een haatvideo? Goeie foto trouwens, hè? Mario Park. Vind je van de haatvideo van Koen? Nou, ik ken die jongen persoonlijk niet. Nee, klopt, klopt. Zal vast goede jongens zijn, maar ik... Is ook zo. Zelf bij lachen. Ik heb een bakje popcorn erbij gebouwd. Ik heb gelachen om die afleveringen. Ga lekker door met die dingen, zou ik zeggen. Iedereen vindt het leuk, dus doe je ding. Dankjewel, Nick. Laat hem ook links liggen. Ja. Hij laat me links liggen. Hij heeft er alleen wel echt 100 stories over gemaakt. En heel zijn website aangepast. Wat vind je ervan dat mensen je nadoen op TikTok? Ik vind het wel grappig. Iedereen moet natuurlijk zijn eigen mening hebben. Je gaat er ook viral mee. Dus negatieve energie is ook gewoon energie. Dus, Negatieve energie is ook gewoon. Dat van negatieve aandacht is ook aandacht. Negatieve energie is gewoon energie. Doe lekker je ding en... Ik laat het allemaal links liggen. Hij laat links liggen. Hij heeft echt veel links laten liggen vandaag. Hij heeft echt zoveel links laten liggen. Hij heeft er nog een, die heb ik nog niet gezien dus. Met welke DJ zou jij willen samenwerken? Oh, nee. Oeh. Moeilijk. Armin van Buuren. Nee, maar dat is natuurlijk een hele grote. Zo geen idee, man. Zo, weet ik niet. Goed antwoord, goede vraag ook. Interessant dat dit gepost is. Nou, dat was weer even genoeg Nick voor vandaag. Hopelijk komen er nog andere leuke op. Zou leuk zijn. We gaan vandaag reageren op René Kooijman. En je kent hem allemaal wel. Dit is René Kooijman. En dat betekent dus dat je maar 6 uur slaapt per dag. Ja, dan moet je dat maar gewoon accepteren. Dan moet je sneller slapen. Dan slaap je in plaats van 8 uur slaap je 6 uur. En dan slaap je gewoon wat sneller. Ja, en deze gozer heeft ooit al in boos gezeten. Daar ga ik niet op reageren. Want toen, wat hij toen deed, is dat hij iets verkocht. En hij deed alsof hij een vrouw was. En hij zei dat hij al heel veel vrouwen geholpen had. Maar het was helemaal geen vrouw. Het was René Kooijman. Heeft hij wel wat vrouwelijks? Dus ik kan het wel begrijpen. Maar goed. En dan had je besteld. Dan kreeg je gewoon zo'n dropship AliExpress ding. Nou ja, dan denk je. Die vent is niet meer te vertrouwen. Daar wil je helemaal niks mee te maken hebben. Nee, onkruid vergaat niet. Zo. En mijn puberteit ook niet zo te horen. Hij heeft nu Ultimate Mastermind. En dat betekent dat hij mensen helpt. Jongen, je gaat niet luisteren naar zo'n pannenkoek. Ik snap het echt niet. Ik vind als jij al deze pannenkoeken hier zitten. Als jij zo'n pannenkoek bent. Je bent sowieso een pannenkoek als je gaat luisteren naar René Kooijman. Wat ben je dan een pannenkoek, zeg? Vrijheid is lekker. We staan voor vrijheid en onafhankelijkheid. Pak de lijn over je leven. Zorg ervoor dat je niet je handje hoeft op te houden bij anderen. Kijk, heb je nu niet de vrijheid die je graag wil. Je bent afhankelijk van je baan. Afhankelijk van eigen beperkte gedachten. Dus geen vrijheid is geen gelukkig leven. Wel bij jou meer vrijheid te creëren voor jezelf. Door persoonlijke begeleiding. Bewees succesvolle formule sim strategie en gezonde groei. Je wil niet zeggen, had ik maar. Wanneer je erachter komt dat je helemaal niks hebt opgebouwd. Wat kost dit geintje? Oh, het staat er weer zeker niet. Oh, jezus. Gadverdamme, een vragenlijst. Hoe gelukkig. Ik zou zeggen, dikke met een 9. Dit is leuk. Ik ga dus alles invullen alsof ik al ondernemer ben. En we gaan kijken of ze me toch iets willen aansmeren of niet. Heb al een onderneming? Ik investeer al. Ja, dat weet ik al. Hier heb ik geen zin in. Ik moet mijn naam invullen. Wat een kutzooi. Ik zit nu dus even te kijken, mensen, op de Trustpilot van Ultimate Mastermind. En ze hebben een 4.9. Dat is echt fucking hoog. Ik zit alleen te kijken. Het is allemaal weer shady, man. Deze vent heeft... Op 14 januari een ding geplaatst over de Ultimate Mastermind. En op 12 april weer, 2 maanden later. En dat zijn de enige 2 reviews. Dan hebben we hier Annal Ruzinek met 1 review. Maud Bergman, zonder foto, 1 review. Rens Liebrechts, 1 review. Piotr Parsijek, 1 review. Mike heeft 3 reviews. Op Ultimate Mastermind, Ultimate Mastermind. Hé, en op een andere. Tesla. Ja, je ziet het mensen, je ziet het. Ik vind het zo bijzonder dat zo'n gozer die helemaal niks ergens vanaf weet, naar mijn mening, voor zijn werk kan zien, dat hij dan wel les gaat geven. Ik vind dat zo'n bijzonder fenomeen. Dat hij hier gaat doen alsof hij het wiel uitgevonden heeft, terwijl
Dat heeft hij niet. Dat heeft hij niet gedaan. Kijk, stel de oprichter van Coolblue, die zegt morgen van, jongens, ik ga een cursus beginnen. Zou ik raar vinden. Maar stel, hij gaat het doen. Ja, die heeft soort van zich zo bewezen dat je een soort van dingen van hem aan kan nemen. Deze gozer deed alsof hij een wijf was en verkocht Alibaba-producten. Wat niet wil zeggen dat je niks kan. Misschien kan hij het wel heel goed, maar bewijs dan eerst zelf. Zet zelf eerst iets op in plaats van zelf alleen je cursus op te zetten, zou ik zeggen. Stel je voor, je hebt 50.000 euro gespaard. Ja. En je hebt 2 keuzes. Ja. Keuze nummer 1 is van die 50.000 euro. Ja. Koop jij een dikke auto. Zo hé. Een Bentley, ja. Als waar ik nu in zit. Zo. Keuze nummer 2 is je koopt eerst een appartement. Die ga voor je 50.000. En met die huurinkomsten ga je de auto financial leasen. Ja, jij hebt er verstand van, ja. Laat weten in de comments wat jij zou doen. Wat een mooie reactie. 22.000 euro verdiend met een bakje koffie drinken. Nu ben ik benieuwd. 22.000 euro verdiend met een bakje koffie drinken. Pas heb ik een woning gekocht voor 135.000 euro. Het hoogste bod was 157.000 euro. Ja. De meeste beleggers die rondliepen in de woning, die liepen rond en die deden direct hun bod. Wat ik deed was het tegenovergestelde. Ik ging de verkoper uitnodigen om een bakje koffie met mij te drinken. Okay. Toen we een bakje koffie aan het drinken waren, toen toonde ik oprechte interesse. Dit is sowieso bullshit, maar goed. Ik luister nog wel af, maar ik weet niet of dit een bullshit verhaal is. Ik vroeg wat voor werk die deed en ik vroeg hoe zijn hele situatie in het leven was. Vervolgens door een extreem goed gesprek te hebben gehad met de man, deed ik hem een bod van 135.000 euro en daar ging hij mee akkoord. Op deze manier heb ik 22.000... Ten eerste, je hebt niet 22.000 euro verdiend. Ten tweede, dit is bullshit. Als iemand zijn huis verkoopt voor 135.000 euro, kan iemand zoveel interesse tonen als wat. Als iemand daar 20.000, wat echt bijna 20% erboven gaat zitten. Als je denkt dat een kopje koffie, dat hij daardoor dat gaat doen, die kans is echt nul. Die kans is echt nul. De enige reden hoe ik kan zien dat er echt, stel in een soort hele rare wereld. In een hele rare wereld is er echt iemand die 157.000 euro betaalt, wil betalen. En hij betaalt 135 en hij gaat van 135. Eerst als hij van 157 hele vage gast is, geen garantie kan bieden. De financiering al niet rond, even iets in die richting. Anders is dit verhaal... Dat is zo goud bij de mariniers, jongen. Als je dan na 5, 6, 7 dagen... Hij heeft bij de mariniers gezeten. Rammen. Ja, rammen. Met je maten, weet je wel. Dat is echt gewoon een team. Mm-hmm. En na 5, 6, 7 dagen dan... Maar als je toch of als je nu marinier bent en je kijkt naar deze vent, dan denk je toch ook van, jezus man. Nou, dames en heren, daar zijn we weer, hè. Ons dagelijks ritueeltje. Zeg maar, wie moet er redden om discipline te creëren? Ja. Oh. Mazin, dat is zo smerig. Dat is echt zo vies. Gadverdamme. Is de... Maas schoon. Oh, vergeleken bij open riolen als de Elbe en de Schelde, is de Maas vrij schoon. Maar terwijl bij de Rijn effectieve schoonwordel gaat, blijft de Maas achter. Rip. Waarschijnlijk heeft René alleen gelezen, de Maas schoon. En denkt, nou, daar kan ik inspringen, heerlijk. Al die 100.000 miljard cruiseschepen, die al hun benzine en diesel in de oceaan tyfen. Dat maakt allemaal niks uit. Even afkoelen. Ja, lekker man. Mensen, wil je nou succesvol worden? Ga dan achter een uitlaat van de auto hangen. En aan wat even lekker in. Hoppa, dat is discipline. Want het is eigenlijk Maar als je het doet, betekent dat je je grenzen overgaat. Ik zou het doen. Ik ga deze Mercedes-Benz weggeven aan iedereen die in deze grabbelton zit. Wat zegt hij nou? Hij wil voor mij zeggen, ik ga deze Mercedes-Benz weggeven aan iemand die in deze grabbelton zit. Aan één iemand, lijkt me. Ik ga deze Mercedes-Benz weggeven aan iedereen die in deze grabbelton... Maar hij gaat die Mercedes-Benz weggeven aan iedereen. Waarom heb je dan een grabbelpot? Als die Mercedes-Benz aan iedereen weg gaat geven... Je pakt, ja, jij krijgt een Mercedes-Benz. Ja, jij ook. Ja, ik zou hier, als ik hierin zou zitten, zou ik zeggen van ja, ik heb gewoon recht op die Mercedes-Benz. Dat is wat ik zou doen. Moeten al die mensen die auto delen. Mooi. Yes, Rammers. Omdat er zoveel vraag naar was, zijn we samengekomen en gaan we iets super tofs doen. We gaan een gratis video geven waarin ik jullie ga uitleggen hoe je de code kan kraken binnen 1 jaar. We gaan samen... Waarom zit hier stil? Dat is zo mooi. Dit is shit. Is shit. Dit is shit. Is shit. Auto's is shit. Oké. Schoenen, broek, riem, alles is shit, jongens. Alles is shit. Hier krijg ik geen cashflow uit. Het leven draait niet om cashflow, René. Moet ik je dat nou vertellen? Je leeft maar 1 keer, hè. Het leven gaat omdat je het gewoon leuk in je zin hebt. Als jij lekker dat jassie wil kopen, moet je gewoon lekker dat jassie kopen. Ook al haal je er geen fucking cashflow uit. Wat heb je aan cashflow? Daar word je niet gelukkig van. Ik vind het mooi. Ik hou ervan. Ik koop het.
Maar jij denkt toch niet potverdikken me dat René... Ik stop 16,50, 100 euro, stop ik hierin, hè? 16,50, 100 euro. 16,50, 100 euro. Of bedoelt hij, zou die 1650 euro bedoelen? Stel, je betaalt voor een cursus en die vent zegt 16,50, 100 euro. Oh, man, man, man. Mensen, het wordt me te pijnlijk. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Wil je deze video nog steeds een cursus kopen, ga je gang. Bedankt voor het kijken. Ik ga even mijn ogen uitsteken met een vork. Doei!